Wat is de oorzaak van de problemen waar we nu zitten? De oorzaak is dat wij de laatste 10 jaar op de poef onze economische groei hebben betaald. En hoe hebben we dat gedaan? We moeten ons niet blind staren op de publieke schuld, op de staatsschuld, maar de privéschulden, de private schulden, zijn 2,5 keer ons nationaal product. Dus de publieke schuld, de staatsschuld, is 100% van ons bruto binnenlands product, maar de private schulden zijn 250% van ons nationaal product. En dan hoop ik van die partij dat ze daar iets gaan aan doen, dat ze daar de wortels van het kwaad aannemen. En wat zie ik? In geen enkel van die programma's wordt er voorzien hoe kunnen wij de schulden, dus inclusief de private schulden, naar beneden halen. En dat doet mij denken aan een dokter die een ziekte wil bestrijden, maar de oorzaak van de ziekte niet kent. Wat is zo'n dokter? Zo'n dokter is een kwakzalver. Dus die economische programma's van de traditionele partijen zijn economische kwakzalverij. Zij weten niet hoe dat ze moeten oplossen. Nu, dat is ergens te begrijpen, omdat al sinds de grote depressie van de jaren 30 hebben we altijd gedacht, als het slecht gaat, dan moet de overheid, moet dan maar grote openbare werken doen. En als we grote openbare werken doen, dan komt er werkgelegenheid bij, dan komt er koopkracht bij en we zijn weer uit de crisis. Maar zo werkt het niet meer, want de overheid heeft de centen niet om die grote openbare werken te doen. Dus we moeten gaan naar een systeem waar dat die grote werken laat doen door privéonderneming, die daarvoor geen schulden moeten maken. En hoe zouden dat kunnen doen? Een middel daartoe is van bijvoorbeeld, want het is een diepgaande crisis en we moeten meer dan 500.000 werklozen kunnen opvangen. Een middel daartoe zou zijn dat wij gedurende 4 jaar 50.000 woningen bouwen die betaalbaar zijn. Ja. We hebben dat bestudeerd en we hebben gezien dat is perfect mogelijk, want ieder jaar komen er 50.000 nieuwe gezinnen bij. Een groot stuk daarvan zijn gezinnen die opnieuw samengesteld worden, een ander stuk bestaat uit gezinnen die uit het buitenland komen. Het zijn natuurlijk niet die mensen die de huizen kopen, maar als je ze goedkoop kan maken, doordat je ze in zo'n grote hoeveelheid kan bouwen, dan zit je met een systeem waar dat de loodgieter, de bakker, de beenhouwer, meneer de dokter, de notaris enzovoort kunnen hun centen beleggen daarin. En op die manier creëer je jobs. In 4 jaar tijd creëer je op die manier 250.000 jobs. En wat gaan we doen? Nee, geen Polen, geen Roemenen, geen vreemdelingen die hier een job komen uitoefenen en dan hun centen naar hun familie in het buitenland sturen. Nee, die jobs die moeten gaan naar werklozen, naar geregistreerde werklozen. En we vragen aan de staat maar één ding. Mensen die daarin investeren, die hun spaargeld wegtrekken, spaargeld dat nota bene niets opbrengt, 0,60%, niet eens genoeg om die inflatie te dekken, die hun spaargeld weghalen van de spaarboek en die investeren in kasbons. Kasbons die uitgegeven worden door een grote private bouwonderneming, maar waarvan dat de overheid de terugbetaling garandeert. Die mensen die verdienen dan 3,5% in plaats van 0,6%, dus je moet je geen zorgen maken, er zullen genoeg mensen zijn die erin willen investeren. En op die manier creëren we dus het eerste jaar 100.000, na 4 jaar 250.000 werkplaatsen. We creëren ook meer dan 40.000 jobs voor jongeren, want je moet niet denken, in die huizen bouwen, dat zijn alleen metsers die we nodig hebben. Nee, we hebben van alles nodig. We hebben metsers nodig, we hebben loodgieters nodig. We hebben architecten nodig, we hebben bureaubedienden nodig, enzovoort. Goed, is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. We hebben wel ervoor gezorgd dat schulden niet stijgen, maar omdat iets zou kunnen werken, moet de koopkracht, de private koopkracht, moet naar omhoog. En ik vind in al die voorstellen van die andere partijen, vind ik geen enkel systeem waardoor dat de koopkracht effectief stijgt. Dus bijvoorbeeld als je het plan neemt van N-VA, die gaan 12 miljard overgeven naar het patronaat.
zal het patronaat daarmee jobs creëren? Het patronaat zal alleen jobs creëren wanneer dat ze meer dingen kunnen verkopen. Maar het is niet door 12 miljard weg te nemen van de koopkracht, het over te geven naar het patronaat dat de jobs gaat creëren. Dus als ik de Wever bezig hoor en men vraagt hem in ter zake en zij de zeker dat daardoor jobs zullen gecreëerd worden, dan dacht ik, ja, ja, ik geloof erin. Ja, met geloof kom je niet ver. Hè. Het is mijn wetenschap dat ik moet oplossen. En in ieder geval, hetgeen dat wij voorstellen, is dus niet Keynesiaans. En wij zeggen, nee, we laten de overheid niet meer beslissen. Het is de privéonderneming, een groot bouwconcern, voor de helft gefinancierd door de bouwondernemingen zelf, voor de helft gefinancierd door volkskapitaal, geld dat weggehaald wordt van de spaarboek en daarin geïnvesteerd wordt. Op die manier kom je tot een heel andere benadering. Het Keynesiaanse model marcheert niet meer. Het Keynesiaanse model, het waren de sossen die daar voorstander van waren. En nu nog altijd, hè, zijn ze voorstander van iets waardoor dat de staatsschuld gaat stijgen en de private schuld gaat stijgen. Dus dat is ook de oplossing niet. Als ik dan kijk naar PvdA, naar Peter Mertens, sympathiek man, daar niet van gelaten. Maar zeggen, we gaan een rijkenbelasting invoeren en we gaan jobs creëren. Ja, wat soort jobs zijn dat? Dat zijn jobs op de secundaire arbeidsmarkt. Wat moeten die mensen doen? Die moeten lege zakken rechtzetten of zo. Op die manier los je het niet op. Je moet aan de koopkracht ook iets doen. Een eerste middel om iets aan de koopkracht te doen. In plaats van te zeggen, wij gaan de lonen blokkeren gedurende zoveel jaar door de indexsprong over te slaan. Dat is niet de oplossing. De oplossing is bijvoorbeeld, laten we de BTW verlagen van 21 naar 19%. Iedereen heeft meer geld. Er komt meer koopkracht in omloop. Doordat wij 250.000 mensen te werk stellen, die vroeger dopgeld kregen en nu meer krijgen onder vorm van loon, komt er ook meer koopkracht. En op die manier creëer je een multiplicatoreffect, waardoor dat de economie opnieuw begint te draaien. We kunnen makkelijk, als we dat toepassen, en geen één econoom heeft mij daar kunnen in tegenspreken, als we dat toepassen, dan kunnen wij inderdaad gedurende minstens 10 jaar, omdat we een multiplicatoreffect creëren door autonome investeren, gedurende minstens 10 jaar kunnen wij 3% economische groei realiseren. Dat is meer dan het Europees gemiddelde.